Je kent ze van alle geweldige jazzprogramma's op Clara en natuurlijk komt ze dan ook geregeld op Gent Jazz. Dit is Lies Steppen. Talking all that jazz. Talking all that jazz. Ik ben eigenlijk altijd met jazz bezig geweest, zolang als ik me kan herinneren bijna. Ik ging echt wel zo naar de bibliotheek vroeger om muziek te ontlenen. CD'tjes van Billie Holiday en Charlie Parker lenen en zo. En ik heb altijd naar heel veel muzieksoorten geluisterd, maar ik kom toch altijd weer uit bij de jazz. En ik weet niet hoe het komt. Ik heb het ook zo nooit moeilijk vinden klinken of zo. Het is vooral die vrijheid en het avontuur wat dat mij aanspreekt in die muziek. Het is zo'n muziekvorm die altijd zichzelf opnieuw uitgevonden heeft. En dat moet zo, dat moet ook constant in beweging blijven. Dat zien we nu vandaag ook. En dat vind ik er gewoon heel fris en heel vrij en heel fijn aan. Kiezen is verliezen. Het is ongelooflijk moeilijk om gewoon voor één dag te kiezen. Ik denk dat ik regelmatig op het festivalterrein zal zijn dit jaar. Maar iemand die er voor mij wel heel erg uitspringt en wat ik wel de moeite waard vind om er iets over te vertellen is Fred Hirsch, Amerikaanse pianist. Iemand wiens naam misschien niet zo ronkend bekend is, maar het is wel echt een hele grote meneer. Het is iemand die echt zonder overdrijven, echt mee de krijtlijnen uitzet van waar moderne jazzpiano voor staat vandaag. Het is echt een hele straffe meneer. Niet alleen door zijn eigen werk, hij is ook iemand die als pedagoog echt wel een aantal groten van de nieuwe generatie heeft opgeleid en daardoor ook die nieuwe lichtingen mee vormgeeft en zo. En Fred is iemand die al hard geleefd heeft, is iemand die twee bijna doodervaringen achter de rug heeft. En op Gent Jazz gaat hij spelen met een big band, een Duitse WDR big band, en met Vince Mendoza, die hij zal dirigeren. En Vince Mendoza is een hele grote naam binnen de wereld van de arrangementen die we ook zouden kennen, onder andere van buiten de jazz, van die symfonische plaat die Joni Mitchell gemaakt heeft met arrangementen, Both Sides Now, denk ik, zo'n blauwe hoes. Dat is Vince Mendoza. Hij heeft ook op twee platen van Björk heeft hij meegewerkt. Dus echt iemand die binnen en buiten de jazz is. Ongelooflijk straf arrangeur. Ik ben heel benieuwd om te horen wat hij van die muziek van Fred Hirsch gemaakt heeft.